En dan gaan we nog even naar de Jo Gerrishal in Remmen. De Tigers speelden vrijdagavond een toetswedstrijd. En dat was een belangrijke tegen Whitestone. De gasten hadden een lange busreis in de been zitten. De rit vanuit Egmond aan zee naar Remmen. Ja, die gaat zich natuurlijk neer in de KAI Kleijer zitten. En ze hadden uiteindelijk nog 7 minuten om zich op te wermen voor deze wedstrijd in de Jo Gerrishal in Remmen. De Tigers die hebben wel een half uur kunnen opwermen. Laten we eens gaan kijken of dat een voordeel was. En we weten dat de Tigers sowieso in de eigen Jo Gerrishal moeilijk te verslaan zijn dit seizoen. En natuurlijk was er ook deze vrijdag aandacht voor de aanslagen in Nieuw-Zeeland. 1 minuut stilte werden er gehaaien in de Jo Gerrishal. Daarna gedachtenis aan de slachtoffers in Christchurch. Whitestone is een ploeg die dit seizoen onderin staat in de landelijke eredivisie. Ze staan op een één na laatste plek. En als er dus een wedstrijd is tegen de Tigers moeten winnen, is het wel de toerswedstrijd tegen de gasten uit Egmond aan zee. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn de gasten in de aanval. Het rondspelen van de bal. En de Tigers jagen op. Ze jagen fel door op de helft van Whitestones. En dan wordt er gefloten. Er wordt gefloten voor een terugspeelbal. En dus een vrije trap voor de Tigers op een geveerde plek. Zullen de spelers achter de bal. Wem ga je dan nemen? Dat een shot. En dat gaat erin. Youssef Koubali met de 1-0. De Tigers op voorsprong. En de eigen Jo Gerrishal. Mooie vrije trap. In de kruising geschoten. En de keeper van Whitestones kansloos. Dan de gasten met een corner. 1-0 op het score op de redding van Benzema Zaros. En dan geliekte overname. Dat is even Sabri Haruna. Hij heeft de bal net gegeven. Kreeg hem ook weer terug. Combinaties met Vert Passaribo. Passaribo ineens. En een mooie redding. Spectaculaire aanval van de toersploeg. Maar het blijft 1-0. Mooie actie weer van Passaribo. Daar is er. En de kans. Met het boetekentje. De keeper redt. Prima redding weer. En de kans was opnieuw voor Passaribo. Overname door Whitestone. Slordig balverlies. En dan moet er komen. Ja, te lang gewacht met Cheten. Aanval gaat dan nog verder. Tweede instantie de shot en de gelijkmaker. 1-1 op het scorebord. Benzema Zaros kansloos. En de gasten dus weer helemaal terug in de wedstrijd. Wie in die eerste helft dan? Opnieuw de kans en de redding voor Benzema Zaros. En de gasten weer sterker in deze fase. Combineren en de overtreding door Abdel Aziz. En dan kreeg geel. En dat is zeker niet zijn eerste gele kaart. Een paar weken geleden nog in een wedstrijd geschorst. Omdat er te veel kaarten kreeg. En de vrije trap. En daar gaat er een inzin. Mooi getrapt en nu de gasten op voorsprong. En blijkbaar heeft die busreis vanuit Egmond aan zee niet voldoende indruk gemaakt. Want de gasten komen hier dus op voorsprong. De trainer van de Tigers wisselt dan door. Zal niet tevreden zijn met de achterstand. En dan komen meer kansen voor de gasten in die eerste helft. En hier komen ze met de schrik vrij. Het verschil nog altijd einddoelpunt. Van deze vrije trap zijn. En daar gaat Neven. Snelle overname door Benzema Zaros. Hij snel verlengd. Dan komt de overname. De actie. Door Djurlic. En de vrije trap. Jasko Djurlic. En dan achter de bal Abdel Aziz. En binnen de gelijkmaker. 2-2 door Aziz. Hij is een gele kaart van net door met groot maakt. De 2-2 is dan ook de ruststand in de Jo Gerrishal. We gaan kijken naar beelden uit de tweede helft. Met de Whitestones in de aanval. Combineren, zoeken naar de vrije man, de actie. Stijkbelken mislukt, want toch staat Sabri Haruna nog. Haruna met de 1-2, goed doorgelopen. Daar komt de actie van Haruna, het is heel snel. En het shot in de lange hoek wordt geblokt door de keeper. Goede uitbraak van de Tigers. Dit is Passaribo, altijd gevaarlijk. En opnieuw de keeper die in actie moet komen. Passaribo met het combineren. Jasko Djurlic heeft de bal metgenomen. Djurlic met het shot en Doster. De voorsprong voor de Tigers. 3-2 op het scorebord. Verwoestend doet gehaald. Door Jasko Djurlic. En de Tigers dus voor de tweede keer deze wedstrijd op voorsprong.
En deze wedstrijd willen ze winnen tegen Whitestones. Een ploeg in de onderste regionen. Als ze die vastlijst, dan kunnen ze het verblijf in de Eredivisie natuurlijk veiligstellen. Mooie ins op een sloef genomen door Passaribo. Hem ontbreekt. Oh nee, dit was Youssouf Koubali. Weer een goede combinatie. Mooi metgegeven. Dat was Ilias Ramdani in de redding. En dan geliek weer terug natuurlijk. Jurlic, hij is in vorm. Hij heeft een aantal mooie acties in hoes. Maar hij komt er niet helemaal doorheen. Jasko Jurlic doet zich van een goede kantje in deze wedstrijd. Hij heeft al een paar mooie golen gemaakt voor de Tigers. Dan de uitbraak, de overname door Youssouf Koubali. Koubali, oh, dat scheelt nou weinig. Opnieuw een goeie kans, maar 3-2 blijf op het scorebord staan. En dus kunnen de gasten misschien gaan terug doen. En dan gelukkig steekt dan nog Benze Mazaros. Hij ook deze partij weer betrouwbaar is. Combineren en weer de overname. Dit is Haruna. Sabri Haruna in de kruising. 4-2, wat een prachtig doelpunt. Van de jongeling van de Tigers. En hij is heel blij met zijn doelpunt. En geef hem eens ongeliek. Ongershub zelf de bal. Lup door. En hoort verwoesten doet. In de kruising. Onhaatbaar dit keer voor de keeper. En wat een mooie treffer. En daar is er blij met hoor. 4-2 op het scorebord. En de Tigers stevenen af op een overwinning. Maar 4-2 in de zaal zet natuurlijk nog niks. Want het doelpunt is zo gemaakt. En dat gebeurt hier ook. De tegentreffer, de aansluitingstreffer, 4-3. Geeft het dan toch nog mis voor de Tigers. Lange bal en de redding. Wat een vrije redding van Benze Mazaros. En dan kunnen de Tigers misschien overnemen. Maar weer de bal kwijt en dan komt er nu een kans aan. Maar weer de uitbraak. Haruna, bal metgegeven. Jasko Jurlic, en de treffer. Dat is dan de beslissing in de wedstrijd. Want dan mogen we nu toch wel vanuit gaan. De marge is weer 2. En de Tigers op voorsprong bouwen de voorsprong uit. Eerst nog een keer die redding van Benze Mazaros. Hij gaat naar de bal blijft kijken. En dan aan de andere kant meteen in de tegenstoot. Jasko Jurlic. En dan kunnen ze bij de Tigers ervan uitgaan dat ze hier gaan winnen vandaag. Of er moet nog wel wat heel vreemds gebeuren in die slotfase van de wedstrijd. Jurlic met zijn tweede treffer in deze wedstrijd. En een vertreding gezien door Passaribo. En dus de vrije trap voor de gasten. Hier opletten geblazen voor Mazaros. En zit de bal opnieuw voorbij gegaan. En dat is weer de aansluitingstreffer. En weer is de marge nog maar 1. Mooi metgegeven, Haruna. Jurlic met een gelukje toch nog. Jurlic, daar komt er. Oh, wat een mooie goal. De derde treffer door Jasko Jurlic. Dat heeft hij nog niet gedaan bij de Tigers. 3 keer scoren in 1 wedstrijd. En dit is weer een belangrijke. Ieders keer dreigen de Whitestones terug te komen in de wedstrijd. En dan vergroot hij de marge weer naar 2. En dan zijn ze net bij de gasten helemaal zitten. 3 minuten nog te spelen en de marge is slechts 2. En dan komen nog kansen voor de gasten. Het is nog altijd niet gedaan. Spanning toet aan het einde. En dan komt er zo'n aanval. En dan, oh, via de voet van Passaribo de bal in het eigen goal geschoten. Eigen doelpunt van Passaribo, 6-5. Keeper droet en met 5-4 proberen de gasten het dan nog druk te doen. Het shot en de redding van Mazaros. Dan is de goal leeg natuurlijk. De lange bal, oh, dat gaat er net niet in. Ja, dat is het risico van midden een keeper in het veld spelen. Eind seconde nog op de klok en dan is het gedaan. De Tigers winnen. 6-5. De 3 punten blijven opnieuw in de Joog Gerrishal. En de gasten moeten zonder de punten terug naar Egmond aan Zee. We hebben er hard voor gestreden en uiteindelijk aan het langste eind getrokken met z'n allen. Vooral in de tweede helft hebben we lekker gestreden met z'n allen en 3 punten binnen. Ja, voor jezelf ook nog een belangrijke rol. Ik heb nog 3 goals gemaakt. Ik ben blij dat ik een bijdrage kon leveren aan het team. En verder heel blij dat we de 3 punten mee naar huis kunnen. Ja, 3 keer scoren in het eerste, heb je dat al eens gedaan? Nee, nog niet. Dat is mijn eerste uitdaging. Je krijgt veel speelminuten van de trainer. Ze hebben veel vertrouwen in jou. De trainer heeft veel vertrouwen in me. Ik scoorde 3 keer, dus... Dat vandaag in ieder geval laten zien. Klopt. Een belangrijke overwinning dit. Klopt, belangrijke overwinning, ja. Om in de competitie te blijven. Succes. Dank je wel.